Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze weekvlog. Het is vandaag al dinsdag. Dus gisteren ben ik vergeten te vloggen, want ik ben alleen maar bezig geweest met mijn stage. Oh, met mijn scriptie. Ik ben net wakker. Ik ga vandaag lekker naar Amsterdam, naar kantoor. Gezellig even met de girls. Helemaal leuk. Ik heb gisteren af mijn haar gekruld. Het zit nu dus nog in een strakke krul. Dus ik ga het uitkomen. To see how it looks. Ik heb er dus mee geslapen. En dan het een beetje uitkomen. Dan zit het als het goed is perfect. Gewoon een beetje die slag die je wil. Kijk, dit haat ik dus. Dit is helemaal zo. Zo. Dus dit plukje ga ik even bijkrullen. Maar verder, het looks fine. Van die voorplukjes gaan er snel uit. Met slapen, maar ik doe het eigenlijk bijna nooit. Maar het is eigenlijk super easy, want ik ging gisteravond gewoon lekker Gossip Girl kijken en mijn haar krullen. En toen ging ik ermee slapen met harde krul en dan word je wakker en is eigenlijk top. Maar ik zie wel nu al dat de ene kant beter is, gelukkig is de andere kant. Ik heb trouwens deze krultoon, de Max Pro. Die is wel echt heel chill. En ik doe hem op 200 graden, ik weet niet of het goed. Ik werd dus wakker door een mug. Ik had echt gewoon te zoomen in mijn oor en ik werd helemaal gek. Zo wacht zo. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik heb de plukjes iets dikker gemaakt hier, denk ik. Daarom zijn ze wat minder goed gelukt. Nou, ik ga even verder. Dan kom ik zo even bij je terug. Oké, het is 9:15. Ik ben nu in de auto. Ik was... Ja, letterlijk gewoon aan het wachten tot de deur uitkomt. Want je kan dus bij PNR pas vanaf 10 uur parkeren. Dus dat is echt zeik. Ik zou nu ook met OV kunnen, maar dat ga ik niet doen. Hij fucking hate it. Maar ik ga gewoon nu weg. En dan ga ik naar het Starbucks, want ik kom letterlijk langs een Starbucks. Ik rij langs een Starbucks. Dus dan ga ik even lekker een pumpkin spice latte halen. Oh, fucking amazing. Love it. En lekker koffietje. Dan ga ik... Ik parkeer dus bij Rij, PNR. Dan heb je dus een Noord-Zuidlijn. En dan kan ik een metro pakken naar mijn werk. Echt ideale aansluiting. Dus ja, dat is helemaal top. Oh ja, hier flits mij... Hoe noem je dat? Flits me al 50. Nou, jongens, ik ben dus veel te vroeg. Het is nu 9:30. En vanaf hier, van deze Starbucks, naar... Even kijken, naar een reis denk ik 20 minuten aan. Ja. Dus ik kan nog niet rijden. Want ja, je kan wel voor 10 uur. Maar dan kost het volgens mij 4 euro. Niet dat ik zo skeer ben of zo. Maar dan had ik het wel eerder kunnen doen. En als je zo vaak naar kantoor gaat, elke keer die 4 euro, ja. En benzine. Het kost wel gewoon geld elke keer. Ja, weet je, skere tijden. Ik heb weer mijn favorietje. De pumpkin spice latte. Oh, ja, ja. It's so good. Hij heeft voor mijn gevoel wel zoeter als normaal. Dit drankje is de definitie van herfst. Als je afvraagt hoe smaakt herfst, gewoon zo. Niet normaal. Hij is wel echt meer zoet. Ik weet niet hoe dat komt. Voor mijn gevoel was hij vorige keer... Voor mijn gevoel is hij normaal niet zo zoet hoor. Ah, maar dit is zo lekker. Mm-mm-mm. Ik ga in de zomer helemaal niet vaak naar de Starbucks, maar when it's pumpkin spice latte season, I'm there, bitches. In de winter vind ik nooit dat ze hele bijzonder hebben. Ik vond die cold brew, cream cold brew salted caramel van de zomer echt ook niet normaal. Die was echt niet normaal. Dus in Nederland komen ze ook wel met steeds betere dingen. Ik kijk echt heel mijn leven als Starbucks mukbangs. Mukbangs uit Amerika, zeg maar. Daarom ben ik ook zo verliefd op mukbangs. Want daar is het natuurlijk ook echt een ding. En daar heb je natuurlijk allemaal van die geweldige Wendy's. En Taco Bell. En weet ik van, nou, nu heb je Taco Bell ook in Nederland, maar niet veel plekken. Kan ik wel weer eens een keer doen, Taco Bell mukbang. Nou, dat allemaal. Allemaal van dat fucking lekker eten. In Nederland is het allemaal zo saai. Je hebt McDonald's en Burger King. Maar daar heb je altijd zoveel coole drankjes. Of die mensen stellen dat dan helemaal samen. Dan hebben ze allemaal van die sugar of sweet cream en bla bla.
bla. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ik heb echt het gevoel dat ik beter op mijn vel zit of zo. En het vlog gaat ook beter. Misschien komt het wel. Ja, door de zomer dan vlog ik gewoon zo slecht. Echt gewoon dat je dan ook een soort vakantie wil of zo. Maar ik probeer de laatste tijd gewoon even wat meer rust te vinden. En wat meer voor mezelf te kiezen en zo. En ik merk dat het echt goed doet. Wie goed doet, goed ontmoet. Cheers. Daar staan er twee mannen hun koffie op te drinken. En ze zitten me echt al de hele tijd aan te kijken van die is niet goed geworden. Je zit tegen de raam te praten of zo. Ben je nou... I don't give a fuck. Wacht. Huh? Nee. Huh? Nee, ik wil huilen. Ik zie dus dat de vader van Stef, papa, zij is dus een Amerikaanse mukbanger. Haar vader is overleden en haar vader was heel vaak in video's. En haar vader was echt het meest lieve, geweldige persoon dat er is. Nee, waarom gaan dat soort mensen op dit doen? Ik moet huilen. Oh, wat erg. Nee, dit vind ik echt zo erg. Hij was echt geweldig. Oh mijn god, nee, ik moet dit even onderzoeken. Ik vind dit echt niet leuk. Dit vind ik gewoon echt niet leuk. Oh my god, dit ga je niet fucking meenemen. Volgens mij reed ik dus net 59 naar binnen. En ik zag dat het dus 8 euro was en niet 1 euro, 4 euro. Oh my god. Opeens ging de auto stoppen. Ik dacht echt, hoezo stopt deze auto? En ik rijd gewoon door. En opeens denk ik, oh my god, het is 59. Tuurlijk stopt die auto 1 minuut van tevoren. Why the fuck am I such a stupid bitch? Ik zeg nog heel de tijd. Ik ga tot 10 uur wachten, want tot 10 uur is het 1 euro. En ik was helemaal omgereden, want de weg was dus afgesloten. Ik denk, oh, ik ben veel te laat al. Maar het is dus 59. Ik kijk wanneer die kuttijd. Nou, laten we op God bidden. Dat ik gewoon om 10 uur ben in. Ik keek op mijn telefoon, ik reed naar binnen. En ik zag 10 uur staan. Maar volgens mij was het net echt 4 seconden 10 uur. Oké, okay, we gaan het zien. Nou jongens, update. Ik ging net betalen. En ik was gewoon 59 naar binnen gereden. Dit is toch gewoon fucking triest. Ik vind dit zo koud, triest jongen. Gewoon op 1 minuut na zit ik mezelf zo te naaien. Nou ja, het was alsnog 8 euro. Dus weet je, prima. Maar ja, het is wel gewoon zonde. Over 1 euro of 8 euro en het scheelt een minuut. Het is gewoon dom. Nou, ik ga nu naar huis rijden. En ga ik even spulletjes pakken. En dan ga ik naar Stan. Ik ga dan bij Stan eten. En slapen gezellig. Want het oudste is op vakantie. Dus blijf deze week lekker bij Stan. Hallo, het is vandaag dinsdag. Ik heb vanochtend lekker gesport. En ik ben nu bezig met mijn scriptie. Jongens, nog 2 weken scriptietijden. En dan zijn we gewoon klaar. En dan hebben we ook niet meer de saaie vlogs hier achter de laptop. Nee. Can't wait. Er kwam een pakketje binnen van Y-Food. En ik denk dat veel van jullie wel weten dat ik hier ontzettend fan van ben. En ze hebben dus een nieuwe smaak. So I had to try it. Lemon basil. Dus dat is limoen basilicum. Heel erg benieuwd. Y-Food is dus een gebalanceerde maaltijd. Het is eigenlijk van het woorden maaltijd. Dus het is echt een maaltijdvervanger. En ik vind het 1 super lekker. Het vult super goed, 4 tot 5 uur. Ik vind het nu heerlijk in mijn scriptiedagen dat ik gewoon lekker achter mijn laptop dit kan wegdrinken. En niet een hele lunch hoef te maken en zo. Het bevat 26 vitamine en mineralen, high in protein, lactose, glutenvrij en no added sugar. Dus het is lekker en gezond en van. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze smaak. Ik heb een kortingscode staan voor 10, dus ben je benieuwd. Je kan ook een testerspack bestellen. We krijgen volgens mij als het goed is de 5 bekendste smaken. Of meest gewilde smaken, vanille, banaan en zo. Dan kan je even testen of het wat voor jou is. Daar zou ik zeker even naar kijken. Oké, maar we gaan nu even deze nieuwe smaak testen. De vorige smaak was brownie fudge. Nou, Stan die drinkt dus echt heel veel. En hij was helemaal verliefd. Hij vond het echt zo lekker. Het was echt een soort toetje. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit dan weer is. Ik denk dat dit weer heel fris is. Oh. Het ruikt een beetje naar drinkyoghurt.
Nou, smaakt letterlijk naar... Het smaakt naar optimaal. Het is heel fris. Dus zoals banaan en vanille een beetje muf kan zijn, is dit juist een beetje lekker zuurig fris. Zeg maar echt zo'n limoen. Maar ik proef geen bezel of zo. Ik proef niet basilicum. Dat je denkt, oh. Nee, ik ga dit lekker opdrinken. Lekker drinken, yoghurtje. Om lekker de middag te starten en hard te gaan werken. Hallo, ik ben Bestan. En ik zag dus een TikTok vandaag van Butter Chicken. Ik zie dat dus heel vaak. Dus ik dacht, ik ga het ook uitproberen. Dus ik heb allemaal ingrediënten voor gekocht. Kippendij, uitjes, naanbrood, allemaal heel veel kruiden, tomatenblokjes, tomatenpuree. Dus ik ben helemaal benieuwd. Goedemorgen allemaal. Volgens mij heb ik het hele, de hele butter chicken niet meer gefilmd. Echt zonde. Maar ik was zo druk bezig en Stans broertje en zijn vriendin van zijn broertje kwamen ook eten. Dus ik was helemaal druk bezig met koken en daarna serveren. Dus ik ben vergeten te filmen. Sorry. Toen wilde ik vanochtend gaan sporten, om 8 uur werd ik om 9 uur wakker. Ugh. Nu ben ik een debiel wat ik ga doen. Oké, het is inmiddels 11:15 en ik ben veel te vroeg om afspraak. Ik had even de tijd verkeerd ingecalculeerd, dus nu ben ik 1/2 uur te vroeg. Nou ja, in ieder geval liever 1/2 uur te vroeg dan 1/2 uur te laat. En ik dacht ik ga ondertussen lunch halen onderweg, dus dat scheelt dan weer tijd. Maar toen was ik dit aan het drinken, mijn wifehoedje. En toen zat ik echt zo vol. Ik heb de helft op en ik zit gewoon propvol. Echt lekker, daar bijna aan trouwens. En toen dacht ik, nou, ik ga geen eens eten meer halen. Want ik heb gewoon super goed eten nu op. En dan drink ik na mijn afspraak gewoon de andere helft op. Dus dat eigenlijk. Ja, ik denk dat ik zomaar gewoon naar binnen ga. Want ik wil 1/2 uur gaan wachten. Heeft ook geen zin. Ik heb mijn wenkjes weer laten doen en zijn weer helemaal een fliek. Ik heb dus powder brows. Ik doe dit bij AS Studio in Purmerend. En ik ga nu al 2 jaar bij haar en ze is echt een top wijfje sowieso. En ze kan het super mooi. Ze is heel professioneel. Dus ik ben er helemaal blij mee. Het is nu altijd een beetje hard. Maar de kleur vervaagt het nog een beetje. Want het gaat dus korsten en valt het eraf. En wordt weer helemaal mooi. Maar ik ben er echt vet, vet blij mee. Zo mooi weer. Helemaal weer even lekker een frisse look in my face. Ik ga nu naar Maggie toe. Daar gaan we lekker klaarmaken. Want vanavond is feestje. Helemaal zin in. We zijn op de party. Waar is de camera? Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Wakker geworden bij Maggie. Oké, what was I seeing? Het was vrijdag en toen kwam er iemand in de lift. Dat vond ik awkward om te filmen. Het is 8 uur. Ik ga nu naar huis, maar ik ga naar kantoor. Ik zou dus ook naar kantoor gaan, maar ik heb niet echt schone kleding en zo mee. En toen dacht ik, ja, ik moet ook echt focussen. Ik ben ook alleen thuis. Ik ga wel gewoon naar huis. Als ik vanmiddag naar huis. En het is echt afschuwelijk weer. Het is gewoon niet normaal. Het is echt zo hard aan het regenen. Het is zo vies. Het is inmiddels middag. Het is 1 uur en ik heb lekker lunch gemaakt. Oh, wat goed. Ik ga dit lekker opsmikkelen. Het is rijst met paprika, komkommer, tomaat, avocado, feta, bosui. Helemaal lekker. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb me even lekker opgefrist, opgemaakt. Outfitje aan. En er kwam dus een mega pakket van de Xenos binnen. Dus ik ga het even met jullie unboxen. Dit is echt niet oké. Oké, in deze grote doos zat dus echt een vet mooie stoel. Die staat hier. Hij moet nog in elkaar gezet worden. Maar dit is zo'n teddy stoel. Oh my fucking god. Dit is toch niet normaal. Fucking geweldig. En er zitten dus zwarte poten bij. Een zwart onderstelsel. Maar dat ga ik even met mijn vader in elkaar laten maken. Maar oh, dit is al helemaal amazing. Echt een dream stoel. Oké, sorry. Ik ben zo fucking verliefd op die stoel. Let's unpack. So much. Ik ga hier een aparte video op maken. Op het kanaal van de Xenos YouTube kanaal.
Wil je dat zien? Dan moet je dat in de gaten houden. Dan ga ik het helemaal stylen en zo. Oh my god, dit is fucking amazing! Deze poef! Wat een leuke teepoef! Oh my god! Dit is niet normaal. Oh, I'm so happy! Oh my god. Kussentje. Een fucking mooie vaas. Oh, het komt helemaal samen. Dit moet nog afgeknipt worden. Een kandelaartje. Dit is zo cute. Dit vaasje. Oh ja, dit is ook zo leuk. Dit is zo'n ding wat je op de tafel kan zetten. En daar kan je dus een boek tussen zetten. Hoe cute, ja. Ik ga gewoon nu op mezelf wonen, want ik word niet goed van al deze geweldige dingen. Zo blij mee. Kijk dan. I'm obsessed with it. Oh my god. Jongens, het is alweer zondag. What the fuck am I doing? Gisteren heb ik volgens mij gewoon niet eens gevlogd. En het komt... Wat heb ik gisteren eigenlijk gedaan? Helemaal niks. Gisteren was het zaterdag. Toen kwam ik thuis. Toen was mijn neefje daar. Toen heb ik gesport. Toen heb ik een beetje in school gezeten. Toen ben ik gaan eten. En heb ik de hele avond Handmaid's Tale gekeken. Nu is het met mijn ouders. Echt most boring... Nou, het was eigenlijk helemaal niet boring. Het was echt fucking leuk. Het was echt fucking gezellig. Maar... Maar voor de vlog niet heel speciaal of zo. Dus nou ja, wel helemaal lekker chill. Het is nu zondag. Heerlijk. Ik heb gewoon afgelopen maanden gewoon, nou weken, gewoon geen katers meer op mijn zondag. En I fucking love it. I'm obsessed with it. So much better. Dus ik ga nu lekker sporten. Ik heb vanochtend al een rondje gelopen in de regen met Bo. En dus dat is helemaal leuk. Ja, en vanmiddag gaan we met mijn neefje weer even iets gezelligs doen. Het is helemaal leuk dat het er is. Doei! Ik ga sporten. Dit was alweer de weekvlog. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Let me know. Vergeet zeker niet te abonneren, liken, delen, volgen. You know, support your girl. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.